Wat doet vieze lucht met je gezondheid? Op veel plekken in Rotterdam is de lucht vervuild. Dat vieze lucht niet goed is voor je gezondheid, dat snapt iedereen. Maar wat gebeurt er nou precies als je het inademt? Vieze lucht bestaat uit roet- en stikstofdioxide. Als je dit inademt, komen deze minuscule stofdeeltjes in je longen terecht. En kunnen zo zelfs in je bloed terechtkomen. Deze stoffen kunnen flink wat schade aanrichten. Denk aan astma, hart- en vaatziekten en diabetes. Kinderen kunnen klachten krijgen waar ze hun hele leven last van houden. Zoals een kleinere longinhoud en bronchitis. Rotterdammers leven zo'n 1,5 jaar korter dan de gemiddelde Nederlander. Voor een deel komt dit door de slechte luchtkwaliteit in Rotterdam. Daarom werken we ook zo hard aan gezondere lucht in onze stad. Want Rotterdammers hebben recht op een gezond leven. Met z'n allen zorgen we ervoor dat mensen schoner gaan rijden en vaker de fiets pakken. Resultaat? Gezondere lucht en gezondere Rotterdammers.